roze gepocheerde zalm, een romige saus, krokante bloemkool en dan zo aardappel met een korstje erbovenop. Ik ga een parmetier maken vandaag, een parmetier van zalm. Ik start hier met een stevig stuk roze zalm. Graten eruit natuurlijk. Ik ga die heel klassiek pocheren in de helft witte wijn en de andere helft visfond. Nog wat tijm en verse laurier erbij. Ik ga daar een heel lekkere aardappelpuree bij maken die we een beetje extra smaak gaan geven door look en shallot aan te stoven daarbij. En daarbovenop dan geschilde aardappelen, een goede snuif zout en dan gewoon onder water zetten. Hè. Klassiek patatjes koken. We hebben zalm, we hebben aardappelen, nu nog bloemkool. Die ik dan gewoon heel kort en krachtig ga blancheren in gezouten water. Voilà, we hebben ze al drie samen. Zalm, aardappel, bloemkool. Ondertussen ga ik die licht gepocheerde zalm gewoon even op een bord leggen. Die wijn met de foam waar die zalm in gepocheerd is, dat wordt de basis voor onze saus. Dus ik ga dat gewoon goed laten inkoken. Bloemkool even spoelen onder koud water. Voor die saus maak ik een klassieke roux van boter en bloem. En daar dan bovenop in een aantal keer die visfond. Die saus mooi laten binden. Goed draaien van de pepermolen. Klein beetje zout. En dan afwerken met een scheut room en zo het sap van een halve citroen. Dus aardappelen stampen en laagjes maken. Te beginnen met een groot stuk van die roze zalm onderaan. En dan heel veel van die bloemkool erbovenop. Witte saus. En dan als laatste een goede laag aardappelen. Een klein beetje gemalen kaas. En een klein beetje fijn gekruimelde feta. En dan een paar minuten onder een super warme grill voor een korstje. En klaar.